We zijn terug bij Game Dev Tycoons. En Sony heeft net zijn eigen Sega gelanceerd. Sonic is waarschijnlijk nog niet beschikbaar. Wij gaan een nieuwe game launchen met onze eigen engine. Wat zullen we gaan doen? Zullen we strategy? City Simulation is natuurlijk goud voor ons. Doen we het wel op de PC. Daar zit onze simulation basis. Sin City hebben we gedaan, Sin City 2 hebben we gedaan. Vice City. Go. En nu kunnen we dus betere shit selecteren. Die dus ook meer geld kost. Waar ik dus even niet over had nagedacht. Oh nee. Nee. Oh, volgens mij gaan we vet het rood in, maar we gaan het gewoon doen. Story hebben we toch niet nodig. Game tutorial is dus leuk. Oh, ik hoop dat we het redden. Ik denk het wel. AI is belangrijk. Dialog is niet echt belangrijk. Zo dan. Ja, we zijn er wel. We gaan in het rood, maar de bank gaat ons redden. Hoewel. Zo. Ah, de bank komt pas over een paar weken als het goed is. Oh, maar dat redden we niet. Yes! Team! Oh ja! 9 dan. Oké. Ja, misschien krijgen deze gasten hoger. 8 ben ik tevreden mee. 8 is prima. We hebben 50 research points. We kunnen misschien een paar nieuwe topics researchen. Zou fijn zijn. En een 9. Kijk, all games die hebben je helemaal hersteld. Goed zo. Generate Game Report. Wat was er zo goed aan? En de bank doet niet eens moeilijk. Bam, want ze weten wij zijn goede game developers. We staan gewoon op rank 19 van de wereld. Yes. Oké. En met Target Audience kunnen we dus specifiek voor verschillende audiences gaan produceren. Dus bijvoorbeeld een youth game met comedy of een adult game. God, hoe heet de game ook weer? Op de Nintendo had je hem. Nee, niet op de Nintendo. Volgens mij was het op de Sega. Misschien wat anders. Oh, bij de Amerikaans leger. Colonel Hubbledepub. Nou ja, goed. Screenshot. Maar die gaan we dus niet maken. Maar dan krijg je dus hype door als je een 18... Yes, ik weet wat we gaan maken. Leisure Suit Larry. Nee, je krijgt dus hype als je een 18 plus spel maakt. Dus als het goed is. Hoe maken we hem voor de Nintendo? Nee, we maken hem voor de PC. Daar zit onze playerbase. We moeten hem natuurlijk wel anders noemen, hè? Dan Leisure Suit Larry, anders is het wel heel goedkoop. Ik wil het eigenlijk Driving Miss Daisy noemen, maar het is iets heel anders. Birthday Suit Bill. Ik ben in te huren trouwens. Nou ja, dat kan je ook over de Nintendo zeggen. Al was de Nintendo misschien wel meer succes in Amerika dan de Sega, dat weet ik niet. Maar ja. De story willen we wel. Ik zou toch zeggen dat Sonic ook wel in Amerika bekend is, maar misschien komt dat later. Met de hele manga-revolutie daar. Dialogues.
En we zitten lekker qua cash. We hebben 180.000. Als dit ook een succes wordt, dan kunnen we waarschijnlijk gaan verhuizen naar een groter kantoor. We willen wel even 10 eruit slepen, want dat is gewoon lekker. Dan zit je sowieso goed. Je wil een paar miljoen hebben. Iedereen wil een paar miljoen hebben. Ik bedoel, kom. Ja, tuurlijk wil ik een interview geven. Yeah! Komt misschien in de lokale krant, maar ja. Hoho. En we hebben hype. Helaas. Hype loopt op naarmate je spel zich zeg maar developt, maar stopt als je de bugs gaat verwijderen. Dus we hebben er niet heel veel aan gehad, maar ja. Hey. Beast game. Oh. Zullen we een spy game maken? Ja, ik weet al een leuke titel. 10! Ah, ook goed. 8, 8 all round. Nee joh, nee joh. Ik weet wel wat we gaan maken. Jim's Travels. Een spion die kaal, geruisloos door het struikgewas kon sluipen. Zodat je hem niet aan hoort komen. Everyone, topic, spy, genre. Oeh, willen we RPG maken of action? Misschien moeten we de action dan later uitbouwen in een RPG-series. Dat is misschien wel wat. Oeh, we beginnen wel op de TES. Met de Neon Genesis. Gyms. Travels? Nee. Agent Jim. Go. Laat genoeg ruimte voor andere titels. Casual games. Oké, okay, ja. Dat gaan we wel verbonden maken. Wat heeft een action game nodig? Onze eerste moet natuurlijk wel een super succes worden. Hè? Anders kunnen we geen sequels gaan maken. Dit zou ik zelf in een game toe willen voegen, weet je. Daarom zit ik er dan over na te denken van, oh, ik zou in mijn action game wil ik ook nog een vette quest line in zitten, ja. Leuk voor jou, maar dat wil het spel niet. Maar zo kom je wel tot originele combinaties natuurlijk. Als je een keer een ander idee hebt. Hetzelfde met dat Glam Wars wat we deden. Kijk, het is geen succes, maar wacht maar in 20 jaar. Glam Wars 2 wordt een super succes. Om het anders te doen. Niet in je hoofd krap. De bolletjes komen al sneller. Vette winst. En de Game Boy komt eraan. Yes. Bij iedere console, nou ja, de consoles die ik gehad heb, dan laat ze zo zijn in bar weide geweest. PC Master Race, simpel zat. Maar sommige spellen sta je natuurlijk meer bij dan andere bij sommige consoles. Bij de Game Boy was het bij mij een bepaald turtle spelletje wat ik in een vakantie echt grijs gespeeld heb. En bij de NES was het dan vooral Mario. Ik heb ook wel Zelda gespeeld, maar vooral Mario. Finish! Woo! Nieuw topic, nieuw combo. Mooi, we gaan level up. En misschien dat we de graphics ook kunnen upgraden. Nog niet, denk ik trouwens. Volgens mij pas vanaf level 4. Kunnen deze dingen in ieder geval researchen. Onze nieuwe engine heeft dan weer nieuwe features. We hebben eerst casual games. We gaan eerst casual games doen. Ja! Nog. Teleurstellend. Ik dacht, dan gaat hij komen. Wacht maar.
Wat wordt onze volgende game? Wat hebben we gemaakt? We willen eerst een casual game maken. Wat gaan we daarna? Zullen we vervolg op Glam Wars maken? Gewoon proberen. Als we genoeg geld hebben. Ja, we zitten redelijk goed met geld. Oké, of misschien moeten we... Nee. Ja. Casual, dance, young, test. Dit gaat helemaal goed komen, jongens. Para. Prepara. Je moet er even aan wennen. Want casual en music is natuurlijk ideaal. En we hebben, ja, wij hebben de beste sound. We hebben mono sound. Ik bedoel, kom nou. Daar moet je een dance game mee maken. Ja, joh. Hey. Misschien willen we een game voor de Game Boy maken. Ik bedoel, we developen al games voor de Nintendo, dus waarom moeten we ook voor de Game Boy gaan maken? Dus... Misschien als er een bepaald gegeven is of dat er iets erbinnen schiet van ja, dat gaan we maken, ja, gaan we voor de Game Boy maken, maar anders. Laten we sound hoog zetten. Aangezien we een dance game aan het maken zijn, lijkt me dat toch best praktisch. En Agent Jim heeft 200k sales. Oké. Ah, een nieuwe combo. Ah, we zijn level up, mooi. Op een gegeven moment gaan de research points. Je zal meer research hebben dan research points. En daar moet je op een gegeven moment echt op inspelen. Ja. Ja, daarom heb ik het daar ook voor gepublished. Ik had betere results verwacht. Ik had toch echt wel 8 verwacht. Nou ja, oké, zolang we boven de 6 blijven is er niet echt veel aan de hand. Ik bedoel, maar we willen natuurlijk wel meespelen met de grote jongens als het eenmaal tijd is. Hè. Wij willen natuurlijk fel worden. Begrijp jullie ook wel. Zo, laatste test action. Oké. Hoi, we krijgen de eerste Nintendo magazines. Yeah. En marketing kunnen we wel gaan researchen en dan kunnen we dus custom hypen met acties, maar... Eerst zorgen dat we weer een betere engine kunnen maken, want daar hebben we gewoon veel meer aan, vind ik. Als jullie ervaring daarin anders is, zet het vooral in de comments. Maar ja, marketing komt vanzelf wel, laat het zo zeggen. Dan gooi je er denk ik nog een game uit en dan gaan we weer een nieuwe game engine maken. Dat lijkt me wel fair. Kom. Ja. Oké. Oké. Oftewel, we hadden er eigenlijk al kunnen zitten. Maar het is ons nog niet gelukt om een team te maken. Dus, En nee, de gameling gaat floppen, geloof ik. Ik weet niet, als jullie ooit zo'n ding hebben gehad, ik heb er ooit eens een keer één gezien. En ik had zoiets van, wauw, wat een fel scherm. En het werkt op zich wel. En ik had er Sonic op gespeeld en het was best wel vet. Maar ik had niet gelijk zoiets van, wauw, zo'n ding wil ik hebben. Maar dat heb ik eigenlijk altijd wel met consoles gehad.
ben nooit echt een consoleman geweest. Onze sales zijn oké, 2 ton, 3 ton, dus oké, maar... Eens even kijken wat ik... Ik ga me niet aan mijn woord houden. Misschien moeten we hem maar gewoon gaan maken. Go. Nee. Ah, we hebben nou 1.7k fans. Dus oké, maar op een gegeven moment ga je dus ook voor publishers werken. En ja, publishers die release je game dan eenmaal met veel meer marketing. En je fans gaan daardoor ook vet veel omhoog. Woorden. En op een gegeven moment heb je zo'n 65k fans en dan kan je zelf gaan releasen. Zoveel zou een toffe topic zijn, maar nog niet. Wat willen we maken? Willen we een nieuwe ninja game? We gaan gewoon een nieuwe ninja action. Ninja RPG. Ninja Adventure. Ah, ninja action. Voor de Nintendo. Market share 40%, market share 25%. Kijk, misschien moeten we hem dan maar voor de Game Boy maken. Vooruit. Met de Evangelion uiteraard. Hoe gaan we het noemen? Ninja Gaiden? Nee. Hoe heet Ninja ook weer in het Japans? Jongens, ik ben niet zo'n weep. Niet Shinobu, toch? Oké. Whatever. Go. Ah, we kunnen gewoon een linear story toevoegen. We hoeven het niet weg te laten. Wordt de game wel gewoon beter van. Cool. Gameplay is belangrijk. Op een gegeven moment krijgen we ook cursussen aangeboden als we uit deze kelder komen. En dan worden we ook beter van. Commodore is er niet meer. Ja, dat is trouwens een heel raar bericht. Van ze faalden om een duurder systeem op de markt te brengen. Hè? Jongens, dat is belangrijk. World design. Graphics. World design. Oh, wat stom. Ik dacht dat ik hem uitgebracht heb. Oké, cool. Release. Kunnen we meteen een nieuwe... of iets researchen. De marketing, waarom niet? 10. Oeh. 8. Ja. Mooi man. 9. Oké, deze dan.
Ja, oké. Oké, nog geen 10 hebben we wel achter. Oh, we zijn ook fucking in het rood ook. Oké, nou kunnen we onze games markten. Meer hype, beter. We gaan een city simulator maken. Waarom niet? We zijn er goed in. Hoe zullen we hem noemen? After Earth. Ja. En we maken hem voor de PC, want daar ligt onze playerbase met de Evangelion. Woe. We hebben nog nooit een text-based game gemaakt. We zijn te laat. We zijn te laat. We kunnen er niet meer mee wegkomen. We krijgen echt ene ervoor. Er is nog niet zoiets als nostalgie. Dat is nog niet uitgevonden. Dan moet je researchen. Vergeet continu wat we de vorige game hebben gedaan. Daarom, ik vertrouw op de hints. Als de hints niet staan, ga ik gewoon op mijn gevoel. Ja, zolang dit maar meer wordt dan dit, dat vind ik ook belangrijk. Er staat wel een minnetje, dan graphics misschien wel belangrijk zijn. Wauw, 6.500.000. Ah, deze krijgen dus ook soms. Dit zijn cadeautjes, extraatjes. Ja, natuurlijk. Wat we krijgen is een nieuw topic. Wild West. Cool. Wild West Adventure coming up. Red Dead Redemption. Hey, misschien kunnen we nieuwe graphics doen. Yes, 3D graphics coming up. Woe, en nou vind ik het dus jammer dat we marketing hebben geresearched, want anders zou ik ze allebei kunnen researchen. Generator we nog wel een game report. Oh! Oh, wat is dit? Haha, yes! Hier is onze tiener. Yes, yes, yes. Groot office, here I come. Daar hebben we het. Yes. Nou, prachtig, prachtig. Fucking mooi. Nou, zien we bam. 1,2 miljoen, 100k. We komen op rank 1 binnen. Woehoe. Dit is de game waar mensen ons van gaan kennen. Natuurlijk willen we verhuizen. Yes. Yes. Kom. Cool. Dit is een mooi moment om even te stoppen. Jongens, ik zie jullie graag een volgende keer. We hebben het gehaald. Tot de volgende kantoor. Woe.